Het wielerspektakel in de Amsterdamse Rai heeft weer 6 dagen en 6 nachten lang vele duizenden wielerenthousiasten wakker gehouden. Organisator Koert Viet had voor zijn 4e 6-daagse een veld van 22 renners gecontracteerd, waarvan er 2 voortijdig de race verlieten. De koppels lossen elkaar op gezette tijden af, want voor één man alleen is het steeds maar rondjes draaien nauwelijks doenlijk. Grote favoriet was ook dit jaar weer Peter Post, de 36-jarige coureur die al ruim 50 maal zo'n wedstrijd won en die daarom de keizer van de zesdaagse werd genoemd. Tijdens deze grote show wordt ook achter de schermen door masseurs en mechaniciens hard gewerkt om het zaakje draaiend te houden. Rust heerst er alleen als de wedstrijd geneutraliseerd is, zo 9 van de 24 uur. Dan slapen de renners in de caravans die speciaal voor hen in de rij zijn neergezet. Maar 's middags om 12 uur zit iedereen weer in het zadel en wordt er hard gereden in de klassementsprints, waarmee naast punten ook geld, veel geld, verdiend kan worden. Want de heren rijden hier uiteindelijk voor hun boterham. En zo gaat dat door. 6 dagen en 6 nachten. 145 uur. Oftewel bijna 30.000 ronden.